Even voor de duidelijkheid dan, Ruben Nicolai is, die is van BNN en... maar dat, dus dat is de leuke, de grappige Ruben. Hallo, vandaag ben ik hier met Ruben. Hi. Goeiedag, leuk. Wat vind je ervan? Van je huis? Ja. Ja, tof. Mooi. Ja? Ja. Vet uitzicht. Heb je dat al eens laten zien? Wat? Aan jou? Net? Nee. Gewoon aan de mensen. Oh. Want anders refereer ik aan het. We kunnen je kennen van de tv. De Ruben van Ruben versus Sophie. Try Before You Die. De 71 graden Noord. Heb je ook, was ook heel. Nee, dan Breaking dan, the Stars. Was je ook. Nee, dan ben je, dus, dan ben je in de war met Ruben Nicolai. Ah. Maar dat, dus dat is de leuke. De grappige Ruben. Dat is de knappe Ruben. Jij refereert nu wel aan programma's van hem. Oh. Niet van mij. Ik heb nooit 71 graden Noord gedaan. Ah. Okay. Of de versus Sophie of zo of iets. Ja. Nee. De lama's is wel iets wat de geschiedenisboeken ingaat als leuk. Wel leuk was het. Dat was... De meeste bekende Nederlanders zijn heel arrogant, maar ik ken een paar gasten. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. Oh, deze Ruben. Deze Ruben? Dat ben ik. Oh. Je ziet toch... Ja, het is wel een tijd geleden. Oh, je hebt het niet voor, even gekeken voordat je me belde? Nee. Je had eigenlijk Ruben Nicolai gewild? Nee. Ruben Nicolai is de Ruben. In jouw ogen. Jij bent ook een Ruben. Ik ben een Ruben en hij is de Ruben. Hij is de enige. Hij is de... wel echt de enige echte eigenlijk. Oké, dat is jouw mening. Excuses daarvoor het misverstand. Ik ben ook maar 17. Een Kelvin. Precies, en ik ben een Kelvin. Laat ik... het geeft een beetje een andere wending aan het hele gebeuren. Voor mijn gevoel, dit. Ik had het liever niet zo gehad. Maar ik zal me even op een andere manier nou voorbereiden op de Ruben van der Meer. Ja, het is wel duidelijk nu. Je hebt het gegoogeld. Ja, ik weet nou exact wie je bent. Super. Je beste maat is Boris Cohen. Ja. Je doet natuurlijk echt waar op tv met Tuil. Wat vindt Horace daarvan? Is hij jaloers op zijn... Je bent wel heel... Ik zie hier foto's van jou en Tuil. Waarbij ik denk van ja, moet dit nou zo knus. Het klopt dat je kinderen hebt, toch? Ja. Ik heb wat foto's kunnen verzamelen van je kinderen. Dit is toch wel de leukste. De allerleukste, toch? Eerlijk waar, ik zou hem graag willen hebben, deze foto. Deze foto. Maar alsjeblieft. Ik heb nog nooit iemand zo hard eigen kind zien. Oké, genoeg over familie. Ik snap dat je dat wel gescheiden wil houden. Ik bedoel, ik laat mijn kinderen ook niet op YouTube staan. Oh, wacht even, want jij bent 17. Jaar, ja. Maar ja, jij komt van buiten de Randstad. Zeker, daar is het heel makkelijk om. Vanaf 16 gaan ze aan de kinderen. 13. Bij mij dan. Ja, maar, wel jong. Ik zag ook even op je shirt staan, Hua TV. Ja. Vertel. Ik kreeg te weinig betaald bij tv. Ik heb mijn Twitter-volgers gevraagd of ze vragen konden stellen aan jou. Oké. Vertel je allerraarste droom of nachtmerrie van Melissa? Ze vraagt dat. Niet Dit interview. Dat is je ergste nachtmerrie? Nou, dat... Je bent de eerste wie ik ooit heb geïnterviewd. Het is niet echt heel erg... Motiverend voor mij om nu nog... Ja, als ik hier zit om je te motiveren of voor te interviewen, dan zeg ik gewoon wat ik net zei.
bereid je volgende keer voor. Dat je weet wie je voor je hebt zitten. Ben je boos? Nou, weet je. Kom maar met je vraag gewoon. Nee. Is het klaar? Ja. Oké. Top, man. Die hou ik wel. Het enige leuk van het hele interview. Wat een teringzooi is dit, zeg. Godverdomme. Bedankt voor het kijken vandaag naar mijn interview met Ruben Nicolai. Ruben, wie moet ik verder interviewen? Zet het in de comments. En dan kom ik volgende keer bij je terug. Doei! Oh, echt, we zijn weer vrienden hoor! Het is allemaal goed! Check even Huur aan TV als je meer van Ruben wil zien. Ruben van der Meer. Van der Meer. Nicolai heeft yes! Nou, dankjewel voor het kijken. En check Ruben's kanaal. Doei! Later. God, ik ben er echt van zo'n nerveus.